En nu kan het verhuisproces eindelijk echt beginnen. Yay! Maar zaterdag ga ik verhuizen. Dus is dat mijn eerste taakje op mijn to-do-list. Op mijn to-do-list hier. Om dozen in te pakken. Dozen meer. Hallo, we zijn woensdag 29 mei en ik mag straks de sleutel van mijn appartementje halen. Woe! En nu kan het verhuisproces eindelijk echt beginnen. Yay! Ik ga mijn vlogcamera meenemen. Want misschien kan ik daar al enkele beelden schieten van mijn appartement. Yes! Ik kan ondertussen dan nog een paar dingen opmeten. Verhuisdag 1. Kiaffen. Mijn kar rent me nog een bed bij. Hallo, we zijn vandaag zaterdag. Ik wil jullie even een kleine verhuisupdate geven. We zijn nog volop bezig. Het was een super warme dag vandaag. Dus ik heb me echt trots gezweet. Daarom zit ik nu ook in mijn topje. En ik ga even laten zien. Het is hier trouwens super mooi licht. Ik ga even laten zien wat we al gedaan hebben. Hier mijn plantje van de IKEA. Daar heb ik ook nog een plantje van de IKEA. Ik ga die morgen uitermate goed verzorgen. Dat heeft mijn zus gedaan. De tafel staat. En voorlopige stoelen. Bananendozen. Rommel. En de boodschappen die ik heb gedaan. Bananendozen. Bananendozen, boekenkasten. Dat is mijn bureaublad. Het is slaapkamer / werkkamer op dit moment. En mijn bed is gemaakt. Dit is het Brimbenisbed. Er zitten nog geen schijven in aan de binnenkant en heeft nog geen hoofdeinde. Maar kan hier dus wel al fantastisch goed op slapen. Dit is mijn matras. Redelijk druk. Dit is het ladekastje die mijn vader in elkaar heeft gestoken. Die kast heeft hij mij in elkaar gestoken. Ik heb er ook al wat dingen in halen. Deze kast heeft hij ook al in elkaar gestoken. Hier staat er nog een schoenrekje die in elkaar gezet zal moeten worden. En dit zijn dozen van een kalkskast. En ook dozen van een kalkskast. En nu heb ik even mijn lakens op mijn bed doen. Want dat is het laatste dat ik vandaag ga doen. En dan kan ik eindelijk slapen. Het is nu half tien trouwens. En ik ben blauw. We'll be right back.
slapen. Yay! Ik heb ook geluk, want ik heb nog geen bewonerskaart. Maar de zondag mag je gewoon heel de dag staan zonder bewonerskaart in de blauwe zon. Yay! En vandaag moest ik er maar 3 uur staan met mijn auto. De nadelen van bezig zijn met de verhuis. Ik had een kleine lepel en een mok nodig. En ik heb een grote lepel en een tas gevonden. Allee, een glas. Het zal ook wel gaan. Hallo, het is echt na 9 en ik heb net ontbeten met de vergeten spullen. Maar ik denk dat ik nu een paar dozen ga beginnen verder ga uitpakken. Of ga ik eerst een PMD-zakje zoeken om het hier een beetje op te ruimen. Zijn we donderdag 6 juni en ik heb nog altijd geen bewonerskaart en ik heb gisteravond de auto voor de deur gezet, dus ik moet die nu gaan verzetten voordat 9 uur is. Gisteren ben ik met de plantjes in de weer geweest en heb ik nog gestofzuigd. Dit is trouwens hoe het appartementje er op dit moment uitziet. Nu zijn mijn plantjes aan het groeien in de bakken. Ik probeer altijd voordat ik te ga slapen de afwas te doen en dan hier op het matje te laten drogen. Dan kan ik die 's morgens wegzetten. Deze Pinkster maandag aan het besteden aan het om verder dozen in te pakken. Allee, uit te pakken. En ik ga al even laten zien wat ik al gedaan heb. Dit heb ik al gedaan. Dit zijn scrubs en shower gels. Dat zijn make-up verwijder dingetjes. Dit zijn body milks, deos, haarproducten en badproducten. Vooral met de shower gels kan ik echt nog een jaar of 3 doen. Misschien 4. En ik heb er nog. Dus eigenlijk is het wel beschamend. Nog meer producten op mijn bed. Yeah. Ik heb echt veel te veel. Ik moet ook misschien denken om een paar dingetjes weg te geven. Omdat ik zo niet aan de geur van almond ben. En toch heb ik wel wat almondgeuren. Ik heb een aantal dingen nu een plaats gegeven in mijn make-up kast. Maar de meeste dingen gaan een vast plaats krijgen in de badkamer. Maar daar moet er nog een rek komen die er nog niet is. Gewoon. Die nog niet af is. Dus ik ga het even zo doen. En de rest van de spullen ga ik in zakken doen. Maar gesorteerd in zakken. Maar nu eerst even pauze en iets eten.